Dit is op dit moment het beeld dat we van het Rotterdam Centraal Station hebben. Een bouwput waar voorlopig nog wel zal worden gewerkt. Maar ondergronds is al wel iets zichtbaar van het eindresultaat. De helft van het perron is bijna klaar. Dit weekend worden de puntjes op de i gezet. Vanaf aanstaande maandag is het metrostation voor reizigers geopend. Ik ben diep onder de indruk. Dit moet de reiziger niet alleen een gehaast gevoel, hoort een beetje bij een reiziger. Iets bieden om snel van A naar B te komen, maar vooral een feestelijk gevoel te geven. Want het, is hier, het lijkt alsof we in een soort disco-achtige omgeving staan. Het meest opvallende aan het nieuwe metrostation is dat het erg licht is. Geen donkere hoekjes meer, maar een kleurrijk, overzichtelijk station, zodat reizigers zich veilig voelen. Sociale veiligheid staat natuurlijk hoog in het vaandel. Dat is het belangrijkste waar je aan moet voldoen. Dat reizigers zich veilig voelen, dat ze makkelijk ook de rijtuigen in kunnen. En, nou ja, volgens mij hebben we alle normen voldaan hier met dit station. De verbouwing kost in totaal 146 miljoen euro. Volgende week wordt meteen begonnen met de sloop van het andere gedeelte van het metrostation. Eind dit jaar moet het klaar zijn en dan kunnen we gaan bouwen met het andere deel van het station. En dat moet eigenlijk, 2010, moet Randstad hier bijvoorbeeld aan kunnen landen. Om de ene helft van het perron ook echt op tijd af te krijgen, rijden er dit weekend tussen station Beurs en Centraal geen metro's. Vanaf maandag horen we het oordeel van de reizigers. De betrokkenen zijn uiteraard erg enthousiast. Ik denk dat we in Rotterdam een trekpleister erbij hebben.